Ja, vorige week kampioen gespeeld. Nu ja, een galamatch tegen Groenendaal, neem ik aan. Ja, zeker. Vorige week kampioen. Schitterende ervaring. Schitterend feest hier op Marienborg. En we hopen vanavond iets te kunnen doen voor de supporters. En achteraf wederom een groot feest te kunnen bouwen. En volgend jaar dus, dat is nu zeker in ereafdeling. En wat zijn jouw verwachtingen? Ik hoop ten eerste al minder omhoog geschoten te worden door ploegen zoals Kontich, Valerov. Ik hoop ook tegen betere tegenstanders te spelen die net zoals wij proberen te voetballen en hopelijk kampioen te kunnen worden van de rechterkolom. Fantastisch, veel succes. Dankjewel. Vorige week kampioen gespeeld, wat gaf dat als gevoelen? Ja, als bankzitter was het natuurlijk ook heel plezant om ermee mee te gaan. Ja, kampioen, hè, feesten. Ja, heel goed. En hoe voelt je zelf? Is dit een toffe ploeg, Olvak? Ben je blij dat je bij de eerste ploeg kan spelen, zo nu en dan? Ja, super. Een heel goeie binde. Ja, veel sfeer in de cabine, daarna. Ja, echt heel goed. Goed gevierd verleden week? Ja. Blijven slapen. Goed echt gedranken. En dan ja, vanavond weer. Hè. En wat verwacht je van de match van vandaag? Ja, goeie match. Tegen de laatste. Dus we moeten er voluit voor gaan. Oké, veel succes. Ja. Herman, je was er vorige week niet bij toen ze kampioen speelden. Ja, heel veel spijt. Heel veel spijt ervan dat ik er niet bij was. Maar vandaag opnieuw, het wordt wellicht een galamatch. Wat verwacht je zelf? Ik denk, die mannen hebben nog puntjes nodig, dus die zitten nog altijd met het mesje tussen de tanden. Het zal de kunst zijn om die er van tussen te halen, die mesjes. En dat zal niet eenvoudig zijn. Veel flankenspel zou ik willen zien, alhoewel dat daar heel drassig ligt en heel vettig. En dan, we hebben talent genoeg om te winnen. Hè. Nu moeten ze maar laten zien dat ze kampioen zijn. Wij zijn de beste, dus. Wat is eigenlijk de sterkte van deze ploeg? Ik zou zeggen, hun talent. Ze hebben allemaal om te meer talent. En ook naar volgend jaar toe denk ik dat het vooral daar zal op aankomen. Dat ze hun talenten die ze hebben samen gebruiken om de ploeg voorop te helpen. Hè. Ik schat dat wij toch in de middenmoot kunnen eindigen volgend jaar met die ploeg. Als iedereen zich blijft inzetten zoals dit jaar en goed de trainingen volgt, dan zit dat er dik in. Oké, bedankt. Filip, jij speelt hier al jaren mee en nu, vorige week is er eindelijk van gekomen, kampioen. Welk gevoel gaf dat? Het is nog eens terug een titel voor mij, Bart. Tweede titel en eindelijk een missie die geslaagd is. Na 8 jaar, de vorige titel, eindelijk Olvak terug naar de hoogste reeks. Dus een opluchting en het einde van carrière bij de eerste ploeg als speler. Schoonheid in afscheid. En wat is de sterkte van deze ploeg? Filip, wat is de sterkte van deze ploeg? De grote samenhang van de groep. Samen plezier maken op en naast het veld. Dat is wat hen samenhoudt, dat is wat hen vooruit duwt? Ja, inderdaad. Samen pintjes pakken, samen plezier beleven op het veld en naast het veld. Bowlingen, naakbowlen, wat ze allemaal doen. Teambuilding, spinning. Al hetgeen wat maar verzonnen kan worden. En wat zijn de verwachtingen voor volgend jaar? De middenmoot, rustige middenmoot. Het zou belangrijk zijn een goede start te nemen. En dan kunnen we rustig verder groeien in die reeks. En deze ploeg kan dat aan? Ik denk het wel. Er zit genoeg talent in de groep. En ik denk dat we ook over een paar verrassingen zullen zorgen. En wat zijn jouw plannen? De staf helpen? Mede trainer blijven helpen? Mede trainer blijven helpen. Mee zorgen voor de teambuilding. Ook toch een beetje paraat houden als speler. In geval van nood in moeilijke examenperiodes. Ze veel afwezig zijn. En blijven marathons lopen? En blijven marathons lopen. Ingeschreven in New York, dus hopelijk komt het ervan via de loting. Veel dus. Succes. Dank je, Bart. Pieter, vorige week kampioen gespeeld. Welk gevoel gaf dat? Ja, padre, dat was geweldig. Hè. Dat is voor mij het derde jaar dat ik meedeed. En de derde keer goede keer, dus perfect. Hè. En gevierd nadien? Nogal, ik ben hier een paar nachten blijven slapen. Het was plezant. Ik denk vanavond terug als we winnen. Dus knallen, hè. Knallen die handel. En wat zijn de verwachtingen voor vandaag? Ik wil eerst, ik heb juist tijgerbals met mijn kop gedaan, ik heb het wel warm. Dus even rustig houden en zoiets knallen tijdens de match. En proberen gallery play te doen. Mooie voetbal brengen voor de supporters. Dat is de bedoeling. En wat zijn de verwachtingen voor volgend jaar? Volgend jaar, iedereen is zo wel rustig, maar ik wil echt wel direct voor een top gaan. Daarom niet voor een titel, maar zo top 6 proberen in de linkerkolom te zitten. De zegers wil kampioen van de rechterkolom worden, ik wil degradant van de linkerkolom worden. Oké, veel succes. Dankjewel, padre.
Charlie, vorige week supporter, vandaag sta je op de lijst. Je zit waarschijnlijk op de bank. Maar hoe geeft dat, welk gevoel geeft dit? Ik ben heel blij om een kans te krijgen om toch iets te laten zien in de eerste ploeg. Waarschijnlijk misschien niet lang, misschien wel. Ik weet het niet, maar ook al voor even de sfeer op te kunnen snuiven van de eerste ploeg. En ik zal gewoon mijn best doen en proberen te laten zien wat ik waar ben. En ik ben gewoon heel blij dat ik een kennis krijg van de bestuur en de coach. Goed gevierd vorige week? Ja, ik was er zeker in best bij. Toch ietsje vroeger naar huis dan denk ik de speler zelf, maar ik heb er echt van genoten. Echt top, super. Maar vanavond maak je dat goed? Ja, vanavond ben ik er zeker in best de hele avond bij. Ja, succes. Dankjewel. Anthony, Ova-kampioen, wat doet je dat? Eigenlijk heel veel. Ik ben 2 jaar geleden bij de ploeg gekomen. En het is eigenlijk onder inspiratie van Dimitri Papanikitas dat ik die stap toch gezet heb naar de eerste ploeg. Maar dat ik tussen allemaal jonge mensen ben terechtgekomen die er echt voor wilden gaan. En ik denk dat vandaag het resultaat daar is. Dat dit team, dat toch 20, 30 jongens telt, dat die jongens naar ere promoveren. Je hebt de eerste helft van het seizoen helemaal meegespeeld, de laatste man. Wat is de sterkte van de ploeg? De sterkte van de ploeg is naast het enthousiasme, is op technisch vlak het organisatorische van de ploeg. En dan een aantal individuele spelers die het verschil kunnen maken. Maar wat mij vooral bijblijft is het wekelijkse enthousiasme. Dat start om 1 uur in de namiddag op zondag. Waarbij we een tactische bespreking hebben, waar dat een volledige uitleiding gebeurt van de wedstrijd. En daar start het. En daar, met name met die jongens, die jonge gasten die dan de ganse sfeer kunnen brengen in het team. Kan deze ploeg ere aan? Ik denk dat ze ere aan kunnen, maar ze zullen waarschijnlijk toch een tegen een stootje moeten kunnen dat er ook soms kan verloren worden. We hopen dat samen met u. Daar kan ik nu nog niet op antwoorden.